العفو فاعفو عنا. ليس الدعاء بس برودرز اند سيسترز، از الدعاء فن ليلة القدر. ليلة القدر از بيتر دان تاوزند نخت، ستركر نوخ بيتر دان تاوزند ماند، بيتر دان 83 يار ان 4 ماند. ان ليس الدعاء دي هيف ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم خليطا عائشة سؤسطات جامع الترمذي تن عائشة رضي الله عنها زاي يا رسول الله أص إك ليلة القدر ماي ماك وتموت إك دان زخة. عند البروفيت صلى الله عليه وسلم دي زاي زخ دان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. أو الله يبن في الخيفينكس خزنت أن يهاوت فان في الخيفة دوس في الخيف ماي. En is dat niet wat elke moslim wil? Het enige wat jij wil is vergiffenis van Allah Azza wa Jal. Want als jij vergeven bent, dan is het paradijs voor jou gegarandeerd. Als jij de rest van je leven je best doet. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zou zeggen in zijn dagelijkse dua: Allahumma inni astaghfiruka min dhunubi kulliha, dirqiha wa julliha, ma alimna minha wa ma lam na'lam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zou zeggen: O Allah, ik vraag vergeving voor al mijn zondes. Voor de grote zonde en de kleine zonde. Wat ik ervan weet en wat ik er ook niet van weet. Dus doe je best in deze 10 nachten, beste broeder en zuster. En hoogstwaarschijnlijk is Laylatul Qadr of 23 of 25 of 27 of 29. Maar het is zeker in de laatste 10. En als iemand tegen jou zou zeggen, er is een schatkist, er is ergens een miljoen, waarschijnlijk in nacht 27, maar wil je zeker weten, moet je alle nachten aanwezig zijn. Je zou dag en nacht aanwezig zijn. En dat is ook wat de profeet sallallahu alaihi wasallam deed. Hij zou slapen in de moskee, hij zou een i'tikaf verrichten. Limada? Ibtigha al-ajr. Om de beloning te krijgen van Allah azza wa jal. Dus doe je best in deze laatste 10 nachten, 's nachts en overdag. En het beste wat je overdag kan doen is het bestuderen van de Koran. En het beste wat je 's nachts kan doen is het reciteren van de Koran. We gaan door met onze uitleg op Surat al-Kahf. En het is zo'n grote sura dat we niet elk vers gedetailleerd kunnen uitleggen. Akima la yudraku kulluh, la yudraku julluh, zoals de Arabieren zeggen. Als je iets niet voor 100% kan uitleggen omdat je niet genoeg tijd hebt, op zijn minst datgene wat je wel kan, 40, 50 of 60%. En vandaag, zoals aangekondigd, een geweldig verhaal. En dat is het verhaal van Kalimullah, Musa alayhi salam en Waliullah en Khadir alayhi salam. Musa en al-Khadir. Maar voordat Allah azza wa jal in Surat al-Kahf overgaat op het verhaal van Musa en al-Khadir, noemt Allah azza wa jal een ander verhaal op. En die is heel toepasselijk voor ons in deze tijd. Vooral de mensen die het goed hebben. En velen van ons hebben het goed, maar we beseffen het niet. Allah azza wa jal die zegt in de Koran: وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Allah azza wa jal die zegt: vertel hun het verhaal, geef hun het voorbeeld van twee mannen. En een van de twee die had het goed. Die had een tuin gekregen met druiven en palmbomen. En daartussen waren alle soorten van gewassen. En hij had ook rivieren. En wanneer jij hoort in de Koran, hij heeft een tuin gekregen, dan moet je niet denken dat een tuin standaard is. De Koran is neergedaald in eerste instantie aan de Arabieren. En de Arabieren die leefden in een Sahara Kahila. Die leven in een woestijn waar je niet eens water kan vinden. Laat staan een tuin of wat dan ook. Dus wanneer je hoort in de Koran dat iemand een goede tuin heeft, is alsof je nu hoort dat iemand een goed lopende bv heeft. Zo moet je het zien. Dus er waren twee mannen, zegt Allah azza wa jal in de Koran. Eentje die had van alles. Kilta al-jannatayni atatukulha. Beide tuinen die hadden standaard oogst. Standaard had hij genoeg. Wa lam tadhlim minhu shay'a. Niks werd minder. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Ze had een tuin rechts, had een tuin links en daartussen had hij water. En dat is het mooiste wat er is.
Vraag het maar aan je vader of aan je opa. Als hij grond heeft in Marokko naast een rivier of naast een meer, hoeveel die grond waard is. Het is gewoon superveel waard. Wa kana lahu thamar. Hij had oogst en vruchten. Faqala li sahibihi. Toen zei hij tegen zijn vriend. Wa huwa yuhawiruhu. Hij ging met hem in discussie, maar hij was hoogmoedig. En hier begint het probleem. Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Hij zei, ik heb meer dan jou. Ik heb meer bezit dan jou. En ik heb ook meer achterban. Ik heb meer kinderen. Ik heb een grotere familie. En hij ging daarmee pronken. In plaats dat hij zei, alhamdulillah, ging hij het pronken. Ging hij het showen, zoals heel veel mensen vandaag de dag doen. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. En hij ging terug naar zijn tuin en hij deed zichzelf onrecht aan. En hij zei, ma adunnu, qala ma adunnu an tabida hadihi abada. Hij zei, zie deze rizq die ik heb gekregen van Allah, deze tuin en deze geer, ik denk dat dit nooit weggaat. Kijk hoe erg. En hij zei, wa ma adunnu sa'ata qa'ima. Hij zei, zelfs yom al-qiyama gaat niet plaatsvinden. Wa la irru dittu ila rabbi. Maar als het wel gaat plaatsvinden en ik ga wel terug naar Allah, la ajidanna khayran minha munqalaba, dan ga ik nog beter krijgen, nog betere tuin. Dus in plaats dat hij zei alhamdulillah en ik ben niks en dekshili indi min indallah, wat ik heb gekregen is van Allah, hij zei nee, hij zei ana wa a'udhu billahi min ana. Hij zei ik, dit komt allemaal door mij. Dus hij vergat dat Allah hem heeft gegund. Maar hij dacht dat hij echt scherp was. En dat hij gruwelijk was. En dat hij slim was. En dat het van hem kwam. Qala lahu sahibuh. Zijn vriend die ging met hem praten. Wa huwa yuhawiruh. Akafanta billadhi khalaqak. Yani ben je echt kafir geworden? Ben je ondankbaar geworden? Tegenover degene die jou heeft geschapen. Min turab. Van zand. Van aarde. Thumma min nutfa. En daarna uit een waterdruppel. Thumma sawwaka rajula. En hij heeft daarna een man van jou gemaakt. Lakinna huwa Allahu Rabbi. Wa la ushriku bi Rabbi ahada. Hij zegt, maar ik zelf, ik geloof in Allah. En ik ga nooit shirk plegen. En welke shirk heeft deze man gepleegd? Hij dacht dat hij dit allemaal zelf had geregeld. Dus hij dacht dat de rizq niet komt van Allah, maar van zichzelf. En dit was zijn shirk en dit was zijn koffer. En deze vriend van hem was een goede vriend. En hij bleef hem adviseren. En hij zei, walawla idh dakhalta jannatak. En als je tuin naar binnen gaat, qulta ma sha Allah, la quwwata illa billah. Wanneer je naar binnen gaat, wanneer jij jouw bezit ziet, jouw geer en jouw rizq, zeg, ma sha Allah, la quwwata illa billah. Als jij ziet, in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Als jij ziet dat ik minder geld en minder bezit en kinderen dan jou hebt, fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik wa yursila 'alayha husbanan min as-samaa' fatusbiha sa'idan zalaqa. Hasa zakh ma sha Allah, zakh la quwwata illa billah. Want Allah kan alles wat jij hebt in één keer laten vervagen. En dit is ook gebeurd. En toen had diegene spijt en hij zei op het einde, ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Had ik maar geen shirk gepleegd. Dit verhaal vertel ik in het kort samengevat. Waarom? Omdat we een aantal dingen moeten beseffen, beste broeders en zusters. Allereerst, alles wat jij hebt, of je nou zelf made bent, of je het nou geërfd hebt van je ouders of wat dan ook, het is niet van jou en het komt niet door jou, het is van Allah Azza wa Jal. Als jouw wieg in Afrika had gestaan, of ergens in Zuid-Amerika, in de favelas of wat dan ook, dan had je het niet even goed als nu. Wie is degene die heeft bepaald dat jij, mens van vlees en bloed, het zo goed heeft, terwijl onze eigen broeders en zusters, die misschien van dezelfde familie zijn, in Marokko of in Turkije, met dezelfde achternaam, die hebben het 10 keer slechter of 20 keer slechter, terwijl jullie opa en onze opa's hetzelfde zijn. Wie is degene die dat heeft bepaald? Dat is Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq, fatabarakallah ahsan al-khaliqin. Dus zeg alhamdulillah. En wanneer je iets ziet van jezelf, je ziet schoenen, je ziet een auto, je ziet een banksaldo of wat dan ook, zeg niet wauw of dit komt door mezelf, maar zeg mashaAllah, la quwwata illa billah, zoals staat in de Koran. Want la quwwata illa billah en la hawla wa la quwwata illa billah,
كنز تحت عرش الرحمن. سو استطاعت ان الحديث من ابو هريره رضي الله عنه that the prophet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd er is een schatkist onder de troon van Allah azza wa jal. En in een andere hadith zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen een van de sahaba, zal ik jou niet een schatkist leren, een schat wat onder de troon van Allah azza wa jal is? En hij zei, ja zeker wel, ya Rasulallah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zeg la hawla wa la quwwata illa billah. Zeg, er is geen macht of kracht mogelijk behalve met de hulp van Allah azza wa jal. Dus ik loop met de kracht van Allah. Ik praat met de kracht van Allah. Ik eet met de kracht van Allah. Ik verdien met de macht van Allah. En ik geef ook uit met de wil van Allah azza wa jal. En dit brengt een baraka in jouw bezittingen. En ook wanneer jij dit ziet bij iemand anders, dan zeg je mashaAllah, la quwwata illa billah. Of je zegt zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, man ra'a min akhihi ma yu'jibuhu falyubarrik fa innal 'ayna haqq. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, degene die iets moois ziet bij zijn broeder, laat hem Allahumma barik zeggen, want het oog is waarheid. In de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, was er een sahabi die aan het douchen was. En soms zouden ze douchen bij een meer, omdat ze simpelweg geen douchekabines hadden, etc. En hij had een hele mooie witte huid, Allahumma barik. Dus een van de sahaba die zag dat en hij zei niet Allahumma barik, maar hij zei wat een mooie huid. En diegene viel spontaan neer. Diegene viel spontaan neer. En hij werd gebracht naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, waarom vermoordt iemand van jullie zijn broeder? Dus die oog, wanneer diegene Allahumma barik zegt, wallah, je kan letterlijk iemand vermoorden. Veel mensen hebben wel niet spontaan kanker gekregen, een tumor, et cetera, door het oog. En als deze mensen Allahumma barik zouden zeggen, dan had het oog niet plaatsgevonden. Zo simpel is dat. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij liet diegene komen die hem had geoogd. En dat wisten zij zeker. En diegene moest wudu verrichten in een emmer. En die andere die drinkt daarvan en die was daarmee. En het oog wordt opgeheven. En mohim. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, al-aynu haq. Het oog is waarheid. En je moet niet overdrijven hierin. Zoals sommigen van ons doen, alles associëren met het oog. Het oog, het oog. Maar soms, en dit is waar ik het eigenlijk over wil hebben, voordat ik het ga hebben over het verhaal van Musa en Khadr, wij veroorzaken die oog zelf. Jij laat zien aan mensen, waarom moet jij dat laten zien? Deel zelf, deel met jouw familieleden. Wil je feest vieren? Vier een feest met je familieleden. Vier een feest met de mensen die van je houden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّهُ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, als iemand van jullie een goede droom ziet, laat hem dit niet vertellen, behalve aan degene van wie hij houdt. Een droom, laat staan jouw bezit. Waarom moet jij jou alles laten zien online en jullie weten allemaal wat gebeurt vandaag de dag? Het enige wat ervoor gezorgd gaat worden, is dat jij lichamelijk kapot gaat. Want je krijgt volop oog. Die delen ze ook gratis uit tegenwoordig op social media. En dan heb je dat zelf veroorzaakt. En ten tweede, er wordt bij je ingebroken, et cetera, et cetera. Gezit de dunia en agira. Je bent de wereld, de dunia en een agira ben je kwijt. Dus, als jij iets van jezelf ziet, zeg Allahumma barik, zeg mashaAllah, la quwwata illa billah. Zie je bij iemand anders ook iets moois, zeg Allahumma barik, zeg mashaAllah, la quwwata illa billah. En het belangrijkste van alles is, ga niet tonen. Ga niet stoer, ga niet pronken, ga niet laten zien. Want wallahi, je hebt alleen jezelf ermee en een gewaarschuwd mens die telt voor twee. In Sahih al-Bukhari, Ibn Imran, de profeet Musa alayhi salam, die gaf op een dag een khutba. Hij gaf een preek aan Banu Israël, aan zijn volk. Want Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is de profeet der Arabieren, maar van de hele mensheid. Hij is gestuurd aan de Arabieren en aan de hele mensheid. Lil Arab wa lil Ajam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook, voor mij werd een profeet gestuurd naar alleen zijn volk. En ik ben gestuurd naar de hele mensheid. Sterker nog, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, bu'ithtu ila al-ahmar wa al-aswad. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ik ben gestuurd aan de rode en aan de zwarte. Niet alleen aan de mensheid, de profeet sallallahu alayhi wa sallam is ook gestuurd aan de djinn, aan de demonen. Maar Musa alayhi salam,
die was de profeet van Banu Israël. Hij was de profeet van Banu Israël, waarvan de christenen en de joden vandaag de dag afstammen. Dus Musa a.s. gaf een khutba, zoals staat in Sahih al-Bukhari. En toen werd hij gevraagd door iemand van Banu Israël, en het was een lastig volk in die tijd, of ze dat nu vandaag nog steeds zijn, mogen jullie zelf invullen. Dus ze zeiden tegen hem, ja Musa, hel fil ard a'lam mink? Bestaat er op de aardbol iemand die meer kennis heeft dan jou? Faqala Musa, la. Hij zei, nee, er is niemand die meer kennis heeft dan mij. En het is logisch dat hij dat zegt, want hij is een van de beste profeten van Allah Azza wa Jal. Hij is van Ulul Azm, van de vijf beste profeten. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, en de beste van hun is onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dit zijn de top vijf profeten en Musa is dus een van de vijf. Dus hij werd gevraagd, heeft er iemand meer kennis dan jou? En Musa die zei nee. En Allah Azza wa Jal nam hem dat kwalijk. Want Allah Azza wa Jal die wil dat je zegt Allahu A'lam. Wie weet, misschien bestaat er iemand die meer dan jou heeft. Jij hebt de meeste kennis van de mensen die jij ziet. Maar er zijn ook mensen die jij niet ziet. Er zijn ook mensen die jij niet ziet. Fa'atab Allahu alayhi. Allah Azza wa Jal nam hem dat kwalijk. En hij zei tegen hem, bala. Allah Azza wa Jal die zei tegen hem, jawel. Er is iemand, inna lana abdan, a'lama mink. Er is een dienaar die meer kennis heeft dan jou. En wie is dat? Dat is een Khadr alayhi salam. En Musa alayhi salam was gelijk gretig. En hij zei, ja Rabbi, ayna huwa? Waar is hij? Ik wil hem ontmoeten. En Allah Azza wa Jal die zei tegen hem, hij is bij Majma' al-Bahrein. Hij is bij een plek waar de zee samenkomt. De meeste geleerden die zeggen dat het ergens in het oosten is. Waar de Indische Zee of de Perzische Zee samenkomt met een andere zee. Maar Muhammad al-Quradi, hij zegt het is bij Tanja. Hij zegt waar de Middellandse Zee en de Atlantische Zee bij elkaar komen. Ala kulli hal, het is een zwakke uitspraak. Maar dan kunnen de mensen van Tanger trots zijn dat hun stad is genoemd is in Tafsir ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, het gaat ons niet om waar het is. Het gaat ons om het verhaal. En om het verhaal te begrijpen. En Khadr die was bij Majma' al-Bahrein. Die was ergens waar de zeeën samenkomen. En Musa alayhi salam die vroeg aan Allah azza wa jal hoe hij hem kan herkennen. En Allah azza wa jal die zei tegen hem, neem een vis mee. Neem een vis mee die al dood is. En dat was een gezouten vis. Want als een vis gezouten is, semakun mumallah, die rot niet. Die kan je lang meenemen. Net als hoe ze kabeljauw et cetera verkopen in de supermarkt, die gezouten zijn of gerookt of wat dan ook. Het zijn conserveesmiddelen. Dus Musa alayhi salam, die was gretig naar kennis en hij ging gelijk op zoek. En daarom zeggen ahlul ilm, awwal man rahala fi talab al-ilm, Musa alayhi salam. De eerste die heeft gereisd om kennis op te doen, dat is Musa alayhi salam. Verrichla fi talab al-ilm sunnatun nabawiyya. Het reizen om kennis op te doen, dat is een sunnah van de profeten. En de geleerden zouden zeggen, la yu'khad al-ilm liman lam tu'raf lahu rihla. Degene die niet heeft gereisd om kennis op te doen, van hem wordt geen kennis genomen. Zelfs in Marokko, als ze kennis wouden opdoen, waar gingen ze naartoe? Yarhaluna ila Fas, ila al-Qarawiyyin. Ze gingen op reis naar Fas. Naar de Qarawiyyin, de eerste universiteit die ooit is gebouwd in de, niet alleen in de islam, in de mensgeschiedenis. Gebouwd door Fatima al-Fihriya. En zij was een Marokkaanse, maar zij stamde af van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit is iets om trots op te zijn. En niet om die onzin die jullie zien online en offline. Ula'ika ajdadi faji'ni bimithlihim idha jama'atna ya jalilun majami'u. Dit zijn mijn voorouderen, zegt de Arabische dichters. Dus kom met mijn voorouderen als de zittingen ons samenbrengen. Dus de eerste die een universiteit heeft gebouwd is Fatima al-Fihriya. Is een Marokkaanse, ze stamt af van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ze is een vrouw. Eerste universiteit wereldwijd. Dus dit is iets om trots op te zijn, o moslims. Kennis komt van ons vandaan. Maar wij hebben kennis gelaten. Zo simpel is dat. En daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Illa ma rahim Allah. Lakin, we vragen Allah Azza wa Jal om de oude tijden weer te herstellen. En muhim.
Dus Musa alayhi salam ging op reis. En elke geleerde heeft een reis gedaan om kennis op te doen. Of het nou naar Marokko is, of naar Egypte, of naar de Medina van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Je vindt bijna niemand die niet is vertrokken uit huis naar een andere stad om kennis op te doen. Behalve subhanallah, één iemand, en dat is een imam Malik rahimahullah ta'ala. Die heeft niet gereisd om kennis op te doen van de grote geleerden. Waarom? Hij woonde in Medina te Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Maar de mensen die kwamen wel naar hem toe om kennis op te doen. En dat is zelfs voorspeld in een hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. يَضْرِبُ النَّاسِ أَكْبَادَ الْإِبْنِ وَيَرْحَلُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْمَدِينَةِ أو كما قال نبي sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei sallallahu alayhi wa sallam, er komt een tijd waarin mensen op reis zullen gaan naar de geleerde van de Medina. En veel muhaddithien die zeggen dat is de imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Maar hij zelf hoeft niet op reis te gaan. Waarom? Omdat elke geleerde wanneer zij een hajj gaan doen, gaan zij automatisch de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam bezoeken in de Medina. En daar zou de imam Malik kennis bij hun opdoen. Dus Musa alayhi salam die ging op reis om kennis op te doen. En zo ook jij en ik, beste broeder, je moet gretig zijn om kennis op te doen. Wallahi, ik heb dagen meegemaakt in de stad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, los van de reguliere lessen, dat sommige broeders taxi zouden pakken met hun laatste geld, of ze zouden 20 kilometer reizen om naar een moskee te gaan waar een van de geleerden misschien zou bidden. Is niet eens zeker. Misschien gaat hij bidden. En we vroegen aan elkaar van, waarom heb je dat gedaan? Hij zei, ik heb een belangrijke vraag en ik wil vandaag het antwoord hebben. Misschien leef ik morgen niet meer. Of leeft deze geleerde, ze waren vaak 80 plus, morgen niet meer. Zo zijn de mensen die gretig zijn voor kennis. Eigenlijk zijn wij net als hun, alleen wanneer het gaat om geld en niet op kennis. Althans, de meeste van ons mogen Allah Azza wa Jal ons leiden. Dus Allah Azza wa Jal die zegt in Surah Al-Kahf, إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبَا. Musa die zei tegen zijn jongetje, tegen zijn knecht. En dat was Yusha' alayhi salam. Hij zei, we gaan lopen en we blijven reizen totdat ik aankom waar de beide zeeën samenkomen. Of totdat ik Huquban heb gelopen. Ibn Kathir noemt een aantal riwayat. Hij zegt, Huqub is 70 jaar. Dus Musa alayhi salam die was bereid om 70 jaar te lopen om kennis op te doen. Hij zei niet, ik ben al een profeet. Nee. Hij was gretig, hij was spits, want er was ergens kennis die hij niet had. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا. Toen zij bij die plek kwamen waar de zeeën samenkomen, نَسِيَا حُوتَهُمَا. Ze waren hun vis vergeten. فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا. En deze vis die ging in de zee. Wat was er gebeurd? Ze waren aan het lopen. Ze waren aan het lopen en Allah Azza wa Jal die had gezegd tegen Musa alayhi salam, de teken van de plek van een Ghadir alayhi salam is dat jouw vis weer tot leven komt en die gaat dan springen in de zee. Die gaat dan springen in de zee, dat is jouw teken. Maar subhanallah, toen dit gebeurde, Yusha alayhi salam, de knecht van Musa, die was het vergeten om dit te vertellen aan Musa alayhi salam. De reis was zo zwaar, de reis was zo lang dat de knecht van Musa het was vergeten. En Musa alayhi salam dus ook, totdat ze op een gegeven moment zouden rusten. Falamma jawaza, toen ze verder waren, qala li fatah, Musa die zei tegen zijn dienstjongen, tegen zijn knecht, atina ghada'ana, breng ons middageten. Laqad laqina min safarina hada nasaba. Hij zei, we zijn moe geworden door onze reis. En toen dat jongetje, toen zijn knecht het eten wou pakken, toen zag hij dat die vis weg was. Qala ara'ayta id awayna ila as-sakhra. Hij zei, wist je nog toen we bij die rots waren? Fa inni nasitu al-hut. De vis is weg. Ik ben het vergeten om aan je te vertellen. Hoe komt dat? Wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurah. De duivel die heeft mij dit laten vergeten. Waarom? De duivel wil het goede niet voor je. En op dit punt was het goede kennis. Dus begrijp ook, beste broeder en zuster, de duivel die wil niet dat
dat jij en ik kennis op gaan doen. En die gaat 101 obstakels opwerpen op het moment wanneer jij kennis wil gaan opdoen. En niet kijken naar deze les in Ramadan, want de duivel zijn opgesloten. Maar probeer even na Ramadan een wekelijkse cursus Arabisch te volgen. En je kan pas echt Arabisch leren als je dit minimaal 4 keer in de week doet. Laten we zeggen 2 keer in de week. Je wordt geen student van kennis, je wordt een soort van hobbyist. 2 keer in de week. Weet je hoeveel smoesjes gaan komen? Precies op die 2 dagen. Dat jij les moet volgen. Dat is de duivel die probeert ons te blokkeren dat wij geen kennis opdoen. Dus hij zei tegen Musa alayhi salam, de duivel heeft ons dit laten vergeten. واتخذ سبيله في البحر عجبا. En de vis die ging op een verbazingwekkende manier in de zee. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, die zegt, wat gebeurde er? Hij zei, de vis ging in de zee. Maar elke keer wanneer de vis valt op de zee, ontstond er een steentje. Ontstond er een steentje, zodat Musa alayhi salam en Yusha, zijn knecht, daarover konden lopen naar Al-Khadir alayhi salam. Dit zijn een aantal riwaya die worden vermeld. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Muhim, Musa alayhi salam, die was niet kwaad. Zo leer jij ook als iemand, vooral als een kleintje, iets per ongeluk is vergeten, niet boos op hem worden. Maar Musa alayhi salam, die keek naar het grote doel. Qala dhalika ma kunna nabghi. Hij zei, dat is wat wij wouden. Dhalika ma kunna nabghi. Dat is wat wij wouden. Hij werd niet boos. En daarom zegt ook Al-Mutanabbi, een van de bekendste Arabische dichters, hij zei, watasghuru fi ayni al-azimi. Hij zegt, watakburu fi ayni al-saghiri sigaruha, watasghuru fi ayni al-azimi al-adaimu. Al-Mutanabbi, een van de belangrijkste Arabische dichters, hij zei, grote zaken zijn klein in de ogen van grote mensen. En kleine zaken zijn groot in de ogen van nietsnutten. Wanneer jij een nietsnut bent, dan ga je druk maken om hele kleine dingen. Waarom was er niet genoeg zout in het eten? Waarom is mijn kleren niet gestreken? Waarom dit? Ik had je toch gezegd, et cetera. Man en vrouw, vader en kinderen, collega's onder elkaar, compagnons. Waarom zit die bord daar en niet daar? Waarom is het niet oranje, niet geel? Ja, als het product goed is, is die oranje geel, roze of paars. Het verkoopt zichzelf. En ook wanneer jij iets belangrijks te doen hebt, als je kleren gestreken zijn, alhamdulillah, zijn ze niet gestreken, je trekt ze aan, je loopt precies naar buiten. Waarom? Omdat je iets belangrijks te doen hebt. Het gebeurt 1 op de 100 keer een conflict. Waarom kijken wij mensen niet wanneer er een conflict gebeurt, naar de 99 keer dat het wel goed is gegaan? Wie doet dat? Degene die ambitieus is. Die kijkt naar het hoge doel. Maar degene die niets nut is, die wordt boos om elke kleine obstakel. Wallah al-musta'an. Dus Musa alayhi salam, die werd niet boos, maar hij zei, ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. Dit is wat wij wouden. فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصَا. Ze gingen gelijk terug om Al-Ghadir te zoeken. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. En zij vonden een dienaar van ons. En dat is Al-Ghadir. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً. Wij gaven hem genade van ons. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. En wij hadden hem ook kennis van ons gegeven. Musa alayhi salam vroeg toestemming om met hem mee te mogen lopen, om bij hem eigenlijk stage te volgen en van hem kennis op te doen. Qala lahu Musa, hal attabi'uk, mag ik jou volgen? Ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, zodat jij mij kennis kan geven van datgene wat jij hebt gekregen. Toen Musa alayhi salam Al-Ghadir tegenkwam, zei hij tegen hem, assalamu alaikum. Hij zei tegen hem, assalamu alaikum. En Al-Ghadir zei, wa alaika assalam, wa anna fi ardika assalam. Hij zei tegen hem, wa alaikum assalam. Maar sinds wanneer is er een plek op aarde waar er assalam wordt gezegd? En toen zei hij tegen hem, ik ben Musa. Hij zei, ik ben Musa. En Al-Ghadir die zei tegen hem, Musa ibn Imran, jij bent Musa, de zoon van Imran? En hij zei tegen hem, ja. En toen zei Al-Ghadir alayhi salam tegen hem, jij hebt kennis van Allah die ik niet heb, en ik heb kennis van Allah die jij niet hebt. En dit is de rahma van Allah azza wa jal. Hij verdeelt die onder wie hij wil. De een is dokter, de ander is chirurg, de ander is apotheker, de ander is automonteur, de ander is loodgieter, de andere is imam of geleerde. We kunnen niet allemaal hetzelfde zijn, maar we kunnen elkaar wel allemaal aanvullen. En we moeten elkaar ook allemaal aanvullen
om een sterke umma te zijn, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam van ons heeft gewild. Dus Musa alayhi salam, die vroeg toestemming om al-Ghadir te volgen. En al-Ghadir die zei niet nee, maar hij zei tegen hem, qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Hij zei, je gaat geen geduld kunnen opbrengen. Je gaat geen geduld met mij kunnen hebben. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. En hoe ga jij geduld hebben over iets waar jij geen verstand over hebt? En daarom zegt de Arabische gezegde, al insan aduwwu ma yajhal. Een persoon is de vijand van datgene wat hij niet kent. Of zoals de Nederlandse gezegde zegt, wat een boer niet kent, dat eet hij niet. En daarom moet je zoveel mogelijk kennis opdoen, zodat je ook zaken gaat herkennen wanneer zij aankomen en dat je niet in de war bent, net als hoe de meeste mensen vandaag de dag of veel mensen in de war zijn. Maar Musa alayhi salam die bleef toch en hij wou toch mee en hij zei, Satajiduni insha'allahu sabira. Insha'Allah ga je zien dat ik wel geduld heb. Wa la a'si laka amra. En ik ga niet tegen jou in. Ik ga niet ongehoorzaam zijn. En dit is belangrijk. Wanneer jij bij iemand kennis aan het opdoen bent, of het nou op school is bij je meester of je professor, of het nou in de moskee is bij de imam of wat dan ook, je moet luisteren. Als je niet luistert, waarom kom je kennis opdoen? Als je het beter weet, waarom ga je naar school? Waarom kom je naar de moskee? Waarom stel je een vraag? Een vraag stel je om te leren en niet om te discussiëren. En dit is iets wat je in je achterhoofd moet houden. En iedereen is nederig tegenover kennis. En imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, hij zegt, وَمَنْ لَمْ يَذُقْ كَأْسَ الْمَذَلَّةِ سَاعَةً. Degene die niet één dag de beker van vernedering gaat proeven, يَبْقَى جَاهِلًا طُولَ حَيَاتِهِ. Die blijft zijn hele leven onwetend. Het is erg wanneer je tussen de kleine kinderen kennis moet gaan opdoen terwijl jij al oud bent. Maar deze vernedering is nodig. Jij gaat nooit kennis opdoen zonder vernederd te worden. En daarom zie je ook, degene die het hardste wordt afgestraft tijdens een training of tijdens een studie, dat is ook degene die het meeste succes gaat bereiken. En daarom zei Mujahid Tirmidhi bin Abbas radiyallahu anhuma, hij zei, ithnani la yata'allaman mustakbirun wa mustahi. Twee soorten mensen zullen nooit kennis opdoen. Die zullen altijd dom en onwetend blijven. De hoogmoedige en degene die schaamt. Degene die niet tussen de kleintjes durft te zitten om te leren. Er zijn ook mensen die gewoon heel rijk zijn en die denken, nee, ik ga niet zitten op de grond alsof ik niemand ben. Je bent ook niemand als je geen kennis hebt, barakallahu fiek. En wat je buiten bent, dat ben je buiten. Maar in de moskee zijn we allemaal gelijk. En imam Malik, rahimahullahu ta'ala, een van de khulafa van Banu Umayya, hij wou zijn kinderen sturen om kennis op te doen. En hij zei tegen imam Malik, kom jij naar het paleis kennis geven aan mijn kinderen. En imam Malik zei, la, al-ilmu yu'ta, wa la ya'ti ilayk. Kennis, jij moet naar kennis gaan en kennis komt niet naar jou. Dus, en imam Malik zelfs tegen de kinderen van de president, van de khalifa in die tijd, zei, ik geef jullie geen speciale les. Jullie moeten gewoon doodnormaal, net als andere mensen in de moskee, gaan zitten. Want dit is hoe kennis is. Kennis maakt geen verschil tussen arm en rijk. Sterker nog, een arm persoon die is geboren voor een dubbeltje, die kan eervol worden door kennis op te doen. En kennis is dus eer na eer. Dus Musa alayhi salam die stelde zich nederig op. En hij zei, ik ga geduld met jou hebben. En al-Ghadir die zei, qala fa inni, als jij mij toch gaat volgen, fala tas'alni an shay. Jij mag niks vragen. Hatta uhditha laka minhu dhikra. Totdat ik jou hierover vertel. Fantalaqa. En Musa alayhi salam die ging samen met al-Ghadir op pad. En zij gingen naar de zee, ze waren ook bij zee en ze wouden naar de overkant. Ze wouden naar de overkant en ze zochten een schip om mee te gaan. En ze gingen langs de schepen en ze vonden een schip van mensen en die herkende al-Ghadir ook. Die al-Ghadir, al-Abd al-Salih, irkab ma'ana min ghayri nawm. Al-Ghadir, deze goede dienaar van Allah, jij mag mee zonder geld. Je hoeft niet te betalen om mee te gaan.
Dus Musa alayhi salam en Khadr, die stapte gratis samen op het schip. Maar wat deed een Khadr toen het schip aan het varen was? Hij begon het schip te slopen. Aan een van de zijkanten, hij pakte een hamer en wat materiaal en hij sloopte een gedeelte van het schip. Hij bracht schade toe aan het schip. En Musa alayhi salam, die had afgesproken om niet tegen hem in te gaan, hij begon gelijk te praten. Hij begon gelijk te praten. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook, want dit gaat een aantal keer gebeuren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Yarhamullah akhi Musa, laytahu sabar, akthara min dhalik. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, mogen Allah Musa genadig zijn, had hij maar meer geduld. Waarom? Zodat we meer konden leren. Dus Musa alayhi toen Khadr het schip begon te vernielen. En hij zei tegen hem, Kale acharaktaha, heb jij dit echt vernield en doorboord? Litughriqa ahlaha, om het schip te laten zinken met de mensen hierin. Laqad jitta shay'an imra. Je bent met iets groots gekomen. En dit is wat Allah ons wil leren met dit verhaal. Soms zijn er dingen die jij niet begrijpt, die jij niet beseft. Maar wanneer je zeker weet dat het van Allah komt, of van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, heb geduld. Je gaat vanzelf zien dat dit positief was. In de dunya en in ieder geval in de akhira. En Al-Ghadir die gaf geen antwoord. Al-Ghadir die gaf geen antwoord. Maar hij zei, Qala alam aqul, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Heb ik niet tegen jou gezegd, jij kan geen geduld met mij hebben. En Musa alayhi salam die dacht gelijk aan de afspraak. En hij zei tegen hem, La tu'akhidni bima nasit. Hij zei tegen hem, neem het niet kwalijk, want ik ben het vergeten. Wa la turhiqni min amri usra. En maak het alsjeblieft niet moeilijk tegen mij. Yani, ik wil kennis opdoen, wees zacht met mij. Van talaqa. Al-Ghadir, die gaf hem nog een kans. En ze gingen weer vandoor. En ze gingen weer verder. Dus eerst wat Al-Ghadir heeft gedaan, het schip gesloopt aan de zijkant. En jullie gaan later weten waarom. Het schip komt aan, Al-Ghadir geeft Musa a.s. een tweede kans en ze lopen. Opeens ziet Musa a.s. een groep jongen, een groep jongetjes, kleine jongetjes. En Al-Ghadir gaat naar de knapste jongetje, het knapste jongetje en het mooiste jongetje. En hij gaat naar hem toe. En hij vermoordt hem vanuit het niets. Hatta idha laqiya ghulaman faqatalah. Totdat zij een jongetje zouden zien. En een Khadr die zou hem vermoorden. En Musa alayhi salam die kon zich weer niet inhouden. En hij zei, Aqatalta nafsan zakiyah. Heb jij een schone ziel vermoord? Bi ghayri nafs. Zonder een andere ziel. Yani, dit jongetje heeft niks misgedaan. Laqad jitta shay'an nukra. Je bent weer met iets groots gekomen. En Al-Ghadir geeft weer geen antwoord. Want hij zei al tegen Musa, je gaat geen geduld met mij hebben. Dus het heeft geen zin als jij met mij meeloopt. Maar Musa alayhi salam die was toch gretig. En Al-Ghadir zei, is goed, we gaan het proberen. En hij gaf weer geen antwoord. En hij zei tegen hem, en weer hetzelfde. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Heb ik niet tegen jou gezegd, jij zult geen geduld met mij kunnen hebben. En Musa alayhi salam, hij voelde hem voor de tweede keer. En hij zei tegen hem, Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Hij zei tegen hem, als ik dit nog een keer doe, dan mag jij afstand van mij nemen. Dan hoef jij niet met mij te zijn. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. Ik heb genoeg, of jij hebt mij genoeg excuses gegeven. Dus Musa alayhi salam die zei, geef me een derde kans. En als ik dan weer hetzelfde doe, dan mag je afstand van mij nemen. En subhanallah, dit getal heeft iets. Drie keer excuses. Wanneer jij tegen iemand zegt, ik heb hem een kans gegeven, dan kan diegene zeggen een tweede kans. Maar wanneer jij zegt, ik heb hem drie kansen gegeven, diegene zegt, klaar, is over. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij de mensen zou leren, kende de nabi sallallahu alayhi wa sallam, yukerriru kalamahu thalatha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zou zijn woorden drie keer herhalen, zoals staat in al hadith. Dus Al-Ghadir alayhi salam, die gaf Musa een derde kans.
فانطلقا. Ze gingen weer verder. حتى إذا أتيا أهل قرية. Ze kwamen bij een dorp. استطعما أهلها. Ze zeiden tegen hun, wie geeft ons eten? Wie neemt ons te gast? Vroeger had je geen hotels. En je had ook geen restaurants. En je kon niet zomaar eten kopen. Het duurde een paar uur voordat er eten is. En daarom zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam ook, zoals staat in hadith, al-diyafa yawmun wa layla. Gastvrijheid is verplicht één dag en één nacht. 24 uur. Overdag gaan ze bij jou eten. In de nacht gaan ze slapen. En dan gaan ze weer vandoor. Het is verplicht. Wanneer iemand bij jou aanklopt, in middle of nowhere, er is geen hotel, geen restaurants, er staan geen telefoons, GPS-systeem ligt eruit, etc. Het is verplicht dat jij hem als gast neemt. En vroeger hielden ze daar ook rekening mee. Dus als ze een huis zouden bouwen, dan bouwden ze een extra kamer, ghurfat ad-duyuf, bayt ad-diyafa. Tot de dag van vandaag is dat nog steeds bekend in de dorpen van Marokko en in de Arabische wereld. En zo'n kamer heeft ook een aparte ingang en uitgang. En het is verplicht dus om 24 uur gastvrij te zijn. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat de sunnah 3 dagen en 3 nachten is. Dus verplicht 1 dag en 1 nacht. En als je door wil gaan tot de 3e dag en de 3e nacht, dat is een sunnah. En daarna zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, het is een sadaqa. En mohim, 1 dag en 1 nacht, gastvrijheid is verplicht. En gastvrijheid is iets wat bekend was bij de Arabieren. En daarom begrijp je ook waarom de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ik ben slechts gezonden om de goede manieren compleet te maken. Al-Muqanna' al-Kindi, hij zegt: wa inni la'abdu ad-dayfi ma dama thawiya wa ma li shimatun ghayraha tushbihu al-'abda. Hij zegt: ik ben de slaaf van iemand die bij mij te gast is. Ik sloof me uit. Ik ben net als zijn slaaf en ik heb geen enkele andere eigenschap die lijkt op een slaaf. Arabieren accepteren niet dat hij een slaaf is of dat hij minder is. Maar wanneer er een gast is, hij slooft zich uit net alsof hij een slaaf is. En Ibrahim alayhi salam, ja'a bi'ijlin samin, bi'ijlin hanif. Hij kwam met een dikke, geroosterde kalf. Praat je over 50 kilo vlees. Dat gaf Ibrahim alayhi salam snel voor mensen die hij niet eens kende. Dus laat staan wanneer hij gasten krijgt die hij wel kent. En iedereen die geeft naar vermogen. Liyun fiqdu sa'atin min sa'atih. Als je kan, alhamdulillah, kan je niet, dan is een simpele maaltijd ook meer dan voldoende. Al-Muhim, Al-Ghadir en Musa, die vroegen om gastvrijheid, maar ze kregen dat niet. Allah Azza wa Jalla die zegt over de mensen van dat dorp, فَأَبَوْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا. Niemand wou hun te gast nemen. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا. Terwijl Al-Ghadir en Musa aan het lopen waren, vonden ze een muur. يُرِيدُ أَن يَنْقَدْ. Dat muurtje wou bijna omvallen. فَأَقَامَهُ. En Al-Ghadir die begon dat muurtje te repareren. En Musa alayhi salam die vond het weer raar. En hij zei, قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Als je wou, had je hier geld voor kunnen krijgen. Je had hier beloning voor kunnen krijgen. En deze mensen die willen ons niet eens te gast nemen. En Al-Ghadir die zei, قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. Dit is afscheid tussen mij en jou. سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Ik zal je de uitleg geven van datgene waar jij geen geduld mee kon hebben. En hiervoor geven wij deze lezing. Niet om verhaaltjes te vertellen, net als sprookjesverhalen, maar om wat te leren uit deze verhalen. Al-Ghadir alayhi salam die zei, zoals Allah azza wa jal zegt in de Koran, en nu moet je goed opletten, want hoe meer je nadenkt over deze verzen, des te meer betekenissen eruit komt. Allah Azza wa Jal die zegt dat Al-Ghadir zei, amma as-safina, wat betreft het schip, fakanat li masakina ya'maluna fil bahr. Het was voor arme mensen, masakin, en zij werkten op zee. Ze waren niet lui, ze waren niet werkloos thuis, ze wachten niet op een uitkering, nee, ze gingen werken op zee. Fa aradtu an a'ibaha. En Al-Ghadir die zei, ik wou dat schip yani kapot maken. Waarom? Wa kana wara'ahum malik. Omdat achter hun was er een koning. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Hij zou elke schip afpakken. Wat voor schepen? Mooie schepen. Deze koning die was onrechtvaardig. En elke mooie schip die hij pakt hij, elke mooie schip die hij ziet, pakt hij af. Dus Al-Ghadir, alayhi salam, die maakte het schip kapot.
zodat als een melk de koning dat schip zou zien, hij zou zeggen: nee, dit is kapot, dit hoef ik niet. Tayyip, stel voor die armen gaan van de boot af. En dat is ook gebeurd. En ze hebben die schade gezien. En dat is ook gebeurd. Zijn ze blij of zijn ze verdrietig? Ze zijn verdrietig. Want ze zijn arm. En dit is hun enige schip. En ze zijn verdrietig. Iemand heeft hun schip gesloopt. Maar wat leert Allah Azza wa Jalla aan jou? Wanneer jij een schade krijgt in je auto. Of wanneer je een ongeluk maakt. Of een klapper. Of je mist een vliegtuig. Of wat dan ook. Word niet boos. Zeg alhamdulillah. Zeg qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Omdat dat schip, ze konden boos worden op elkaar. Ze konden elkaar ruzie geven. Door jou komt dat. En ik zei tegen jou, je moet voorstaan. En jij valt altijd in slaap. En je stond achter. Zoals collega's elkaar en compagnons elkaar de schuld geven. Maar als zij de echte reden zouden weten. Dat de reden was dat het was of een schade of geen schip. Dan zou hij zeggen, alhamdulillah dat jij niet daar stond. Alhamdulillah dat jij in slaap bent gevallen. Alhamdulillah dat jij niet wakker was. Dus wanneer jij iets meemaakt. En je hebt alles gedaan om dat te voorkomen. Weet dan dat Allah dit gewoon niet wil. En dit is iets goeds voor jou. Maar jij weet niet waarom. En dit is een qadar. Dit is het lot. Doe wat je kan doen. Op zakelijk gebied. Op islamitisch gebied. Op wat dan ook. Maar als het echt niet lukt. En je hebt alles gedaan. En je neemt jezelf niet kwalijk. Zeg qadar Allah wa masha'a fa'al. Allah die doet wat hij wil. En ik ben daar tevreden mee. En haal leerling. Haar lering uit het verhaal van Musa en Khadr. Als hun schip niet was gesloopt, had de koning dit afgepakt. Dit is de eerste. Wat betreft het jongetje, wa amma al-ghulam, wat betreft het jongetje, fakana abawahu mu'minain. Hun ouders, die waren gelovigen. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. En we waren bang dat deze zoon zijn ouders slecht zou maken en hun ongelovig zou maken. En dit is iets wat gebeurt tot de dag van vandaag. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, al-waladu majbanatun mabkhala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, het krijgen van kinderen maakt mensen gierig en mensen laf. Mensen die soldaten waren, mensen die durven, mensen die veel durfden te doen, veel van de laag. Nee man, ik heb kinderen. Hij is bang. En dit is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons leerde. En een moslim moet niet zo zijn. Een moslim die kijkt waar de waarheid is. En hij doet zijn best omwille van Allah azza wa jal. En ook wanneer een moslim een kind verliest op kleine leeftijd. Dit is alhamdulillah geer voor hem. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei over awlaad ahlil jannah. Degene die zijn kinderen kwijtraakt terwijl ze jong zijn. Hij zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei hum ta'amisu ahlil jannah. Zij zijn een soort van visjes in het paradijs. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in een hadith. Ze wachten bij de poorten van het paradijs. En ze zijn boos. En dan zegt Allah azza wa jalla tegen hun. Ma aghdabakum. Waarom zijn jullie boos? En ze zeggen. Ja Allah. We gaan niet naar de jannah. Totdat onze ouders ook meegaan naar de jannah. En ze trekken hun ouders bij hun kleren. As Allah azza wa jalla yarzuqni wa iyyakum al jannah. Dus tuurlijk is het hartstikke erg. Wanneer jij je kind kwijtraakt. Op jonge leeftijd. En dit geldt vanaf dag 120 van zwangerschap. Vanaf het moment wanneer een vrouw een miskraam krijgt vanaf 120 dagen. Nadat haar ruh, de ziel is geblazen in die foetus. Dan is het een volwaardig mens. Je bidt al janaza, je geeft al aqiqa, etc. En dat kind is ook in het paradijs. En dat kind zal jou opwachten in het paradijs. Is het erg? Ja. Maar is het uiteindelijk beter voor jou? Ja. En het is ook beter voor het kind. Wat willen wij van onze kinderen? Dat zij inshallah naar het paradijs gaan. Deze kind, die is al in het paradijs. En die zal zijn ouders opwachten. Al-Muhim, dus Al-Ghadir die zei. Dit kind, die ik heb vermoord. Als hij volwassen zou worden. Dan zou hij zijn ouders kafir maken. Hij zou negatieve invloed hebben op zijn ouders. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. En Ghadir zei, en wij wouden dat Allah Azza wa Jal hun iets anders zou geven in het plek van die jongetje. Subhanallah, wat hebben ze gekregen? Een jongetje of een meisje? Sa'id ibn Jubair, rahimahullah ta'ala, een van de grote mufassirin, hij zei, فَرُزِقَا بِجَارِيَةً. Ze hebben een meisje gekregen in plaats van een jongen. En eerlijk is eerlijk. Wij mannen, hè, de meeste mannen, 9 op de 10, willen liever een jongetje dan een meisje. Lekker, jij weet niet waar al-geer in zit. En daarom zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, La tubghidul banat,
فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتِ الْغَالِيَاتِ. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, haat de meisjes niet, want het zijn de lievelingen die jouw gezelschap gaan houden en dat zijn de dure pareltjes. Daarna, als laatste, de muur die Al-Ghadir heeft gerepareerd. En dit is een bijzondere, en ik vind dit de meest bijzondere van dit verhaal. Allah Azza wa Jal die zegt, وَأَمَّ الْجِدَارِ, wat betreft de muur. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. Dit muurtje, dit stukje grond, behoorde toe aan twee weeskinderen in deze stad. Die leefden in deze stad. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. En onder die muur was er een schatkist. Alleen die kleintjes die weten dat niet. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. En de reden dat wij zijn gestuurd om dit muurtje te repareren, zodat het niet gaat vallen. Want als het zou omvallen, mensen zouden dat muurtje vergeten. Misschien worden die weeskinderen volwassen en ze weten niet eens van, dit is onze grond van onze vader en hier is iets. Dus Al-Ghadir wou en Allah Azza wa Jal wou dat Al-Jidar duidelijk blijft, zodat ook duidelijk blijft van dit behoort aan jullie. En hieronder is een schatkist. En waarom speciaal deze twee weeskinderen? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Want hun vader was een goede man. En hun vader was een goede man. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. Allah die wou dat deze twee volwassen zouden worden. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Zodat ze hun schatkist later, wanneer ze volwassen zijn, eruit kunnen pakken. Uit als genade van Allah. وَمَا فَعَلْتُهُ مِنْ أَمْرِي. En ik heb het niet vanuit mezelf gedaan. Dit is een openbaring van Allah. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Dit is het uitleg van datgene waar jij geen geduld mee kon hebben. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal stuurde een profeet, Musa alayhi salam, en een wali, Al-Ghadir, om een muurtje te repareren. Waarom? Dit muurtje was van weeskinderen. Tayyip, er zijn 100.000 weeskinderen op aarde. Wat maakt deze weeskinderen speciaal? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Hun vader was een goede man. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, die zegt, كَانَ لِأَبِيهِمَا صَلَاحٌ وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُمَا صَلَاحٌ. Ibn Abbas, die zegt, hun vader was een goede man. Maar nergens staat in de Koran of in de Sunna dat dit later ook goede kinderen zijn geworden of dat dit goede kinderen waren. Maar wat hebben ze wel gekregen? Een schatkist. Waarom? Omdat hun vader een goede man was. Is dit alleen voor hun vader of ook voor jou en mij? Ook voor jou en mij. Onze kinderen worden beschermd als wij goede mensen zijn. Dus wanneer jij kinderen hebt gekregen van Allah Azza wa Jal en jouw dien was 50%, 70%, schakel door en ga door. Want als jij goed bent, de sadaqa die jij geeft, de gebeden die jij doet, de siyam die jij doet, Allah Azza wa Jal zegent jouw kinderen hiermee. Sa'id ibn al-Musayyab, tilmid al-Sahaba, kana yusalli. Wa kana yaqulu libnihi, wallahi, la'azidanna fi salati min ajlik, thumma yatlu qawlahu ta'ala, wa kana abuhuma saliha. Sa'id ibn al-Musayyab, een van de grootste geleerde studenten van de Sahaba, hij zou bidden, en hij kijkt af en toe naar zijn zoon, en hij zegt, voor jou ga ik meer bidden. En hij zou zeggen, zoals staat in de Koran, en hun vader was een goede man. Beste broeders en zusters, stel je voor, je hebt een beste vriend. Iemand die veel voor jou heeft gedaan en met wie je veel hebt meegemaakt. En hij sterft. En hij laat kinderen achter. En het was je beste vriend dag en nacht. Ga je omkijken naar zijn kinderen of niet? Zonder twijfel. Anders ben je geen goede vriend. Walillahi al-mathalu al-a'la. En Allah Azza wa Jal, die is nog beter dan dat de beste vriend voor zijn beste vriend kan zijn. Dus doe je best en geef uit omwille van Allah Azza wa Jal. En Allah Azza wa Jal, die zal jou gunnen. Wallahi, het is spijtig. Wanneer ik word aangesproken door mensen uit deze moskee en verantwoordelijken uit deze moskee en ze zeggen, broeder, we hebben meer leden nodig. Broeder, we hebben mensen nodig. Kan je alsjeblieft in je lezing zeggen dat de mensen zich moeten inschrijven voor deze moskee? Wat is een lidmaatschap in deze moskee? 100 euro. Jouw schoenen zijn meer waard dan 100 euro en ik hoef die bedragen niet te noemen die deze dagen worden gespendeerd aan schoenen. 100 euro. Kan je niet lid zijn van deze moskee? In Amsterdam Nieuw-West wonen er 80.000 moslims, als het niet Marokkaanse moslims zijn. In deze buurt wonen er duizenden moslims. En velen van hun, met wie wij samen zijn opgegroeid, die zijn nu volwassen. Dus ik doe ook een oproep aan degene die geen lid is. En vooral degene die betrokken is bij deze moskee. Maar iedereen is welkom. Ga, schrijf je in.
Word lid van de moskee. En dit doe je omwille van Allah, niet voor jezelf. En dit doe je ook voor je kinderen. Want als jij Allah gunt en de huizen van Allah gunt, en Allah Azza wa Jal gunt dan jouw ouders. Dus jouw salah zorgt ervoor dat jouw kinderen beter worden. En jouw fasad, jouw slechtheid, jouw haram inkomen, jouw activiteiten, en ik hoef geen voorbeelden te geven, want iedereen weet waar ik het over heb, zorgt er ook voor dat jouw kinderen vervloekt kunnen worden door Allah Azza wa Jal. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, jasadun ghudhiya bil haram, an naru awla bih. Een lichaam wat is gevoed door het haram, het half uur heeft er meer recht op. Dus dit is Ramadan, beste broeders en zusters. Neem afstand in deze maand van het haram. En werk voor het halal. Al ben je verver, al ben je loodgieter, al ben je een simpele baantje. Alhamdulillah, je verdient genoeg om van te leven. Dit gaat jouw kinderen helpen en dit gaat jouw rust geven. En de andere zaken, die geven alleen maar stress. Wal-iyadu billah. Dus kennis opdoen, dit is wat we leren uit het verhaal van Khadr en Musa. En wat we ook uit het verhaal van Khadr en Musa, is het iman bi qada'illah wa qadarih. Dus doe je best, barakallahu fikum. En geef uit omwille van Allah azza wa jal. En doe kennis op en geef deze kennis ook mee aan je kinderen. La'allakum tuflihoon. أسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا ومشايخنا وكل من له حق علينا. اللهم بارك في هذه الجماعة وفي سائر المسلمين وانصرهم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا علما يا كريم يا حكيم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.